Mensen niet allemaal tegelijk, maar daar was ze zenuwachtig van. Want normaal zit ik op kantoor, maar ze hebben me nou in de buitendienst gezet. En dan met al die mensen om me heen, de hekken nog wel eens een beetje zenuwachtig. Een hele liter poes, een shampoo en een kwart liter kunststofreiniger. Ook maar weer het hele schappen, man. Hij duurde een mot voor je dicht, dan doe ik het niet meer. 3,95, dan krijg ik een stuiver terug. Ik ben de armste man van de hele markt. Kijk eens aan, alsjeblieft. Hoppas! Goed te merken. Ja, je komt nog op. Afstammeling van Kreuter 4, vind ik, hè? Ja. Ja, ja, samen naar de worst. Gezellig, dames. Eten niet vergeten. Toe maar! Ah, je bent opgebouwd uit ringen en uit laag. Als u die kop eraf snijdt, maar het plumpje niet, kan hij ook niet in elkaar vallen. Zou zitten in die kap, fijn spinnen. Daar druk je dan die ui met zijn plumpje in vast. Let even op de gele knop. Ben je linkshandig, rechtshandig, net als ik onhandig? Maakt niet uit. Je maakt lange bewegingen. En je snijdt het zo in vast. 1, 2, 3, 4. Helemaal cadeau. Heb ik het 13, geef mij 10 gulden voor u. Kijk, het is allemaal origineel man. 1. Kijk, hier heb ik nummer 2 man. Hier heb ik nummer 3. Hartstikke leuk, zeg. Hartstikke leuk. Zeg, weet je wat zo leuk is, meneer? Als je het openmaakt, hè, thuis, hè. Het eerste wat je zegt, maar je gaat er wel geestelijk op vooruit, begrijp je wel? Hier loopt weer een persoon in de mieter. En weet je wat zo leuk is? Ik ga jullie die niet bij me kopen. Die commentaar wil ik ook hebben, meneer. Leuk, zeg. Meneer, ja. Meneer, ja. Kunt u mij ook persoon in de mieter? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk. Ja, gelijk. Hier, daar gaat hij. 2 gulden. 3, 2, nou wie? 1 gulden. Wie kan hem hebben voor 1 gulden? Nou, en? Ja, minder vragen doe ik echt niet. Dat is gewoon een symbolisch bedrag. Niemand voor die 1 gulden? Zeker weten? Ja, dat is wel een belangrijke. Deze pand bij, dat ding heeft helemaal veel eigenschap. Negatief. Geef ze maar los als je wil, ga er maar omheen. Wie heeft een bril kapot? Ga er maar heen. Ja, het is echt klaar hoor. En dat ik het niet lekker maak, is dat wel iets in neigen. Maar mag 200 gulden kosten. Dames en heren, wat u nu gaat zien, dat grenst aan het ongelooflijk. Even niet knipperen met de ogen. Want kijk eens, het is weer schoon. Droog, maar bovenal streepig. Mevrouw, kom er eens even mee. Striet er eens even met de tappen van de vingers over. Dames, kom eens. Voel eens even of dat droog is. Ik bijt niet hoor, ik heb het gebit wel wat los in, maar ik bijt niet. Dames, dat is hartstikke droog, hè? Ja. Mijn kameraad Joopje Huring staat hier ook. Ik sta hier ook. Ik ben Loekje Meijer, uitmaker en ik moet droge lucht verkopen. Staat erop. Kwaliteit hoor, en dan mag je kiezen of delen. Begin te kiezen, krijg er ook last van, want dan moet je hem delen. Hé, zeg droge lucht voor 10. Denk in peren lucht. Goeie lucht. Een tweede kaartje erbij. Er is 1, dat zijn de 2, dat zijn de 3 soorten, 4 soorten. Dat is nummer 5, deze erbij. Mag ik er zo bij geven? Dan ga je dus ook nog extra aan de overheen. Een reuzenzak van deze, die mag je de kaartjes bij hebben. En dan krijg je deze exclusieve doos erbij. 15 gulden voor de goed zo mij. Ja, zeg wie heeft hem. 15 is voor jou. Nee, dan heb je me vergist. Want ik zei van 15 gulden voor 12,50 voor 1 tien. Toen reageerde je niet. Toen ging ik naar 9, dat waren 9 tientjes. En toen ging ik naar 7. Dus je zit nu bij 5 tientjes. Sportiviteit. Hey,
mooi ding. Wel verder niet meer. Ik kan het niet meer. Ik ben weer verder. Hé? Dan heb je de oude man die daar. Ik ben eigenlijk leuk. Geef me 10 gulden, geef maar één keer, hup, drie keer naar voor jou. Leuk van de andere. Kijk, een oranje kanarie. Thank you.